Morning, het is weer tijd om deze mes in te ruimen. En alle spullen zijn weer ingepakt en liggen in de auto. Mijn koffer die klapte weer uit elkaar. Dus ik was helemaal bang dat die niet meer dicht ging. Maar Luc heeft hem gefixt. Dus nu gaan we weer rijden en gaan we door naar Tulum. En we beginnen de dag weer met een broodje bij de Subway. We zijn aangekomen in Tulum. Alleen onze kamer is nog niet ready. Dus we lopen nu te struinen door de bloedhitte. En naar het strand is alles afgezet. Je moet dus wel ergens even een hotel vinden die je erdoor laat. Dus die gaan we even zoeken. Nou, de hotelkamer is klaar. En ik wist dus niet meer. We hadden dus een heel ander hotel geboekt. Alleen Luc, die had dus als verrassing, heeft hij iets anders geboekt. Echt het cutest ever. Hier kom je binnen, daarachter is de wc. Hier is gewoon een wastafeltje. Hier is de douche. En we zitten dus boven de boom een beetje. En hier zo het bed. En in de avond kan je hier dus super goed de sterren zien, dan halen ze dit ook weg. Dus dat is nu alleen eventjes voor de zon. Echt zo schattig. En je kan dus hier heel goed de zonsondergang zien. Dat is echt een aanrader, zei ze. Super cute. Nou, we hebben even de auto ergens geparkeerd. En nu lopen we het strand op van de Tulum. Het is hier dus echt fucking raar, want overal, je kan nergens, heb je publiek strand om op te lopen. Daarvoor moesten we dus een stukje verder rijden. Alle hotel-eigenaren hebben dus gewoon hun stukje geclaimd. En als je dan daar overheen wil, dan moet je gewoon gelijk geld betalen. Iets van 2000 pesos of zo, dus 100 euro per persoon of zo. Nou, dat slaat ze helemaal nergens op. Dus we moeten nu even, gaan we nu kijken of dit een leuk stukje is. En dan knallen we hier gewoon even dan neer en gaan we nog even liggen. Hier hebben we dus fucking veel zeeuwen. Oh, dat hebben we niet gehad. Zo heftig. Oh, maar je kan gewoon de zee niet in. Wat erg. Yep, dit is er dus ook, hè. Helemaal kut. Even bij een strandtentje gaan zitten. Het zonnetje begint al een klein beetje te zakken. En dat kunnen we heerlijk vanuit onze kamer zien. Oké, wij hebben ons even klaargemaakt en zijn dus nu. Ja, we zijn dus even nu de straat om even wat te eten. Maar in de avond ziet Tulum er dus nu al heel anders uit. Overal staan mensen schijnen met een lasertje dat je naar binnen moet en allemaal lichtjes en dingetjes. Dus we gaan even eten in zoeken, maar we hebben al een beetje op internet gezocht. Alles is echt tevens duur. Dus we gaan het zien of we kwijt zijn. Tentje gevonden. Je moet dus overal elke keer door van die tuintjes. Ja, je ziet het niet echt heel goed op beeld, maar het ziet er zo leuk uit allemaal. Zo'n hele pad en dan ga je, als het goed is, kom je straks richting het strand uit. Ik weet alleen de weg niet. Je kamer pakt alleen het donker niet zo goed. Echt schattig, hè? Je kamer pakt alleen niet zo goed het donker. Nee, klopt. We hebben ons plekje uitgekozen en we zitten dus heerlijk aan het strand. Zo. Nou, je ziet het niet heel goed, maar we zitten dus lekker aan het strand. En we hebben de menukaarten helemaal leuk van die blokken hout. En een wijn krijg je in een doosje. En een wijn krijg je in een doosje. Ja, helemaal leuk. En nu lekker even uitzoeken wat we gaan eten. En het eten is gearriveerd. Ik heb een pizzaatje met, weet het nou, prosciutto. En Luc heeft lekker een pizzaatje met rucola en parmezaanse kaas. Ja.
Koekdoekje erbij, biertje erbij. Lekker aan het strand. Kijk, dit is dus onze entree van ons verblijf. Hier pontificaal bij de ingang staat ons autootje. En dan met al die lichtjes. Helemaal leuk. En dan is hier zo de receptie. Wij duiken heerlijk ons bedje in en gaan heerlijk genieten van het uitzicht. De sterren zie je niet heel goed, maar daarop is de maan. En dat was dus ons eerste dagje in Tulum. Dat trouwens nog niet verteld. We hadden dus ons auto geparkeerd ergens. En we hadden nog gevraagd of we daar mochten parkeren. Ja, je mag daar parkeren, het is gratis, bla bla. Komen we terug met onze auto, staan er twee politieagenten bij. En toen, ja, ze konden natuurlijk allemaal weer geen woord Engels. En toen mochten we eventjes 3000 euro, of nee, sorry, 3000 pesos gelukkig, betalen. Want anders werd die auto weggesleept. En dan zou het 6000 pesos zijn. Dat konden ze trouwens ineens wel weer heel goed in het Engels vertellen. Omdat we dus een millimeter buiten de lijn geparkeerd stonden. En je moest achter de lijn staan. De auto voor ons was al weggesleept, want er stonden echt, toen wij parkeerden, heel veel auto's, zeg maar, daar. Dus we hebben nog een soort van geluk gehad dat hij dus nog niet weggesleept was. Want die agent ging op een gegeven moment met Google Translate en zei: ja, de wagen is al gebeld, bla bla. Nou ja, met die agent kan je ook sowieso gewoon geen gesprek aangaan. Dus ja, dat was onze eerste dag in Tulum, helemaal kut. Het is sowieso ook wel de service duur hier. En nu door die bekeuring is het nog een tikje duurder geworden. Maar ja, hebben we weer van geleerd. Altijd. Alles achter de lijn, of zelfs alle millimeters erachter. Dus ja, dat is wel echt geen kut. En dus echt heel veel zeewier hier. Dus dat, de eerste indrukken zijn nog niet helemaal perfect. Maar we hebben een superleuk verblijf, dus dat is super top. Dus nu lekker slapen en dan gaan we morgen even kijken wat we precies te doen doen. Waarschijnlijk gaan we even scootje huren en dan gaan we het gewoon iets beter verkennen hier. Dus rusten! Good morning, wij zijn net lekker wakker geworden in dit schattige bedje met het uitzicht hierop. En we hebben net een scootertje gehuurd, dus die wordt straks hierheen gebracht over een half uurtje. En dan gaan we Tulum lekker verkennen met de scooter. Ja, we hebben de scooter, de helmpje is verplicht en nu gaan we lekker toeren. Cute is het kleurtje ook. Oh, echt schattig. Nou, we zijn aangekomen bij een cenote grande of zo heet het volgens mij. Fucking duur, 500 pesos pp. En je krijgt er niet eens een lokker bij. Dus ik hoop dat het het waard is. We gaan het zien. En we zijn weer bij een cenote. Hier hebben dus ook schildpadden. We zagen er net al twee. Dus gaan we lekker snorkelen. Een tentje. Het is nu iets van 2:30 of zo. We gaan nu voor zo'n bijten. Dus we hebben net even quesadillas besteld. En jij burrito, hè? Ja, burrito. Nu zitten we in het goedkopere deel. Dus Pueblo. Pueblo? Tulum Pueblo. Tulum Pueblo. Dus dan gaan we straks verder toe. Dan gaan we naar een museumpje. En naar dat grote beeld. Ik weet even niet hoe het heet. Maar dan moet je ook alweer entry voor betalen. Het is echt belachelijk duur allemaal hier. Maar goed, we genieten. En het eten is er. Mijn quesadillas. Is vies. Oh. En de burritos van Luc. Dus bij zo'n museum. Maar dit is dus de ingang. Echt een bizarre deur. Ja, oh ja, je moet je schoenen uit. Dus iedereen loopt hier op blote voeten.
Het is dus zo'n architectuurmuseum. Allemaal van die grappige dingetjes. Nee, zie je bomen. Tada. Helemaal funny. Je krijgt dus 1 minuut per persoon om met de dingen op de foto te gaan. Dus je doet maar beter in 1 keer goed, want anders kan je weer 120 pesos voor betalen. En het zonnetje gaat weer onder, dus daar gaan we weer lekker van genieten vanaf de kamer. Wij hebben ons weer even klaargemaakt en nu gaan we zo de straat op en gaan we kijken of we nog wat kunnen eten. En daarna gaan we door naar een feestje. We hebben vanochtend even een kaarsje gekocht ergens voor. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn te noemen. Hebben we dat ook weer meegemaakt omdat ik me afschrepen. Dus ja, let's go. We hebben net een leuk feestje gehad op het strand en ik heb allemaal leuke complimentjes gekregen over mijn outfit, dus ik ben helemaal blij. Nu gaan we lekker slapen en morgen doen we lekker een stranddagje. Morning, wij zijn net wakker geworden en gaan nu net even het huisje uit, want we gaan nu nog eventjes, we hebben volgens mij nog 2-3 uurtjes een scooter, dan wordt hij hier weer opgehaald. Dus we gaan nog eventjes naar het dorp toe rijden en gaan we daar even ontbijten en daarna lekker op het strand liggen. We zitten even bij een ontbijttentje en dit is de koffie, zo schattig. En nu wachten we lekker op ons ontbijt. Het ontbijt is er, ik heb een club sandwich en Luc heeft een tosti met een eitje. En we gaan nu even naar het strand, we gaan lekker bij Coco Limited liggen. Als het goed is hebben ze ook een zwembad, want het strand is allemaal zeewier. En dan ja, kunnen we weer 50 euro per persoon aftik hier om hier alleen even te liggen. Daar is het zwembad, denk ik. En ik zie alweer heel veel zee hier. Of nou ja, ik ruik het voor. We zitten lekker op het strand. We gaan nu even wat eten. Een Caesar salade kip en quesadillas. Oh, lekker op één. Lekker Formule 1 kijken op het strand. En we lopen weer van het strand af. Wij liggen weer lekker in bed. We zijn al een beetje de spulletjes aan het inpakken. En dan gaan we morgen door naar Bacalar.